Zijn we ready? Yes. Vers 1. Hierna gingen Mozes en Aaron naar de farao. En ze zeiden tegen hem, dit zegt de Heer, de God van Israël. Laat mijn volk gaan om in de woestijn, ter ere van mij, een feest te vieren. Wie is die Heer dat ik hem zou gehoorzamen, vroeg de farao. Waarom zou ik de Israëlieten laten gaan? Ik ken de Heer niet en de Israëlieten laat ik niet gaan. Ze zeiden, de God van de Hebreeën is naar ons toegekomen. Sta ons toe 3 dagreizen naar de woestijn te trekken om de Heer, onze God, daar offers te brengen. Anders treft hij ons met de pest of met het zwaard. Maar de koning van Egypte zei, Mozes en Aaron, hoe durft u het volk van zijn werk af te houden? Vooruit, aan het werk. En hij voegde daaraan toe, dat volk is nu al te talrijk. En dan wilt u het ook nog dat ze ophouden met werken? Nog diezelfde dag gaf de farao zijn slavendrijvers en de opzichters het bevel. Jullie mogen het volk geen stroom meer geven om stenen te maken, zoals jullie tot nu toe deden. Voortaan moeten ze zelf stroom gaan zoeken. Maar ik eis wel hetzelfde aantal stenen als voorheen. Ze mogen geen steen minder afleveren. Ze zijn lui. Daarom roepen ze dat ze hun godoffers willen brengen. Brengen. Dat was het einde. En ik wil onze verhaal wil ik halen uit vers 3, waar het staat. Ze zeiden, de God van de Hebreeën is naar ons toegekomen. Sta ons toe 3 dagreizen ver in de woestijn te trekken, om de Heer, onze God, daar offers te brengen. En de titel van de preek van vandaag gaat voor sommige mensen een bekend verhaal zijn. Iets waar je je makkelijk in kan vinden. Voor sommige mensen gaat het iets heel nieuws zijn. Ik heb het nog nooit zo gezien. Voor de meeste van ons gaat het een beetje awkward zijn. Maar de titel van mijn preek vandaag is Free to Worship. Trouw van de Vader, open van uw woord, verspreid Heer en geef inzicht. Zo nu mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart uw welgevallig zijn. O Heere, mijn rots en mijn verlosser. Jullie mogen gaan zitten. Amen. Free to worship. Free to worship. Je bent vrij om God de prijs te geven. Mm-hmm. Je bent vrij om hem je lofoffer te brengen. Je bent vrij om te vertellen wie hij is in je leven. Je bent free to worship. Het is mooi dat we vrij zijn om God aanbidding te geven. En dat kan soms een klein beetje awkward zijn. Ik weet niet of als jullie bekend zijn met de awkward worship. Wie is bekend met de awkward worship? Nog nooit meegemaakt? Een paar mensen maar, een paar mensen zijn eerlijk. Een awkward worship. Weet je wat een awkward worship is? Laat me uitleggen wat een awkward worship is. Ik heb altijd awkward worship in de auto. Als ik moet rijden naar mijn werk toe, en ik werk in Utrecht, dus van Almere naar Utrecht ben ik ongeveer 40 minuten onderweg, dan zet ik altijd worship muziek heel hard in mijn auto. En na het tweede nummer, dan ben ik ook vergeten dat ik in mijn auto ben, maar dan waan ik mezelf ergens binnen in Elevation Church in Amerika. En ik ga voor de volle 100%. Ik ga voor de volle 100% in mijn auto en ik geef God de prijs. En het wordt pas awkward op de momenten dat ik naast me kijk. En ik zie dat er iemand in de auto naar mij kijkt en we hebben voor een paar seconden hebben oogcontact en ik zie... Awkward worship wanneer je schaamt. Oh my gosh, ik heb mezelf laten gaan en iemand weet niet waar ik het over heb. Awkward worship is dat moment wanneer je een wandeling maakt en je bent met God aan het praten. Je bent hem aan het vertellen hoe goed hij is, hoe geweldig hij is. En je praat met hem. God, je bent zo goed, je bent zo trouw, je bent zeer te loven en te prijzen. En je doet je ogen open en je ziet dat er iemand naar jou toe komt. En je kijkt naar die persoon kijkt naar jou, jullie hebben oogcontact en je weet, die persoon heeft gezien dat ik mijn mond heb opengemaakt en dat ik aan het praten ben. Maar er is niemand naast me. En die persoon die komt steeds dichterbij en er is geen ruimte meer voor jou om te draaien. Dus het enige wat je kan doen op dat moment is, ja nee, het is goed als je het zegt. En dan, nee, ik zie je morgen ook weer. Dat is awkward worship. Worship wat diep vanuit je ziel komt, maar je hebt geen keus. Je moet er soms op plekken die wat minder gezet zijn, maar omdat er een lofprijs is in mijn hart, maakt het niet uit waar ik ben, met wie ik ben, maar there is a worship from my heart. En ik wil het opzetten naar de hemel.
En ik wil je vertellen dat worship is niet een inleiding op de preek. Worship is ook niet het muziekgenre van christenen. Nee. Worship is een bestemming. Worship is een plek die wij door onze lofprijs gereed maken zodat God aanwezig kan zijn bij ons. Aanbidding is de plek waar God is. En worship is where I want to be. God wil je brengen naar de plek waar je zijn goedheid kan vieren. Dat is wat worship is. En Mozes zei tegen de farao: laat ons gaan, zodat we offers kunnen brengen in de woestijn aan God. En net als in de tijd van Mozes in het volk, brengen wij nog steeds offers aan God. Ik ben blij dat we geen dieren hoeven te slachten. Mm. Dat zou een ding zijn. Mm. Vooral voorbij, ik weet niet of jullie daar experts zijn, maar ik ben blij dat we dat meer hoeven te doen. Maar we brengen wel offers aan God. En wanneer wij ons richten tot God, dan kunnen we het onderverdelen in een aantal dingen. We kunnen het onderverdelen in dankzegging. Wanneer we God danken voor wat Hij heeft gedaan. Wanneer we Hem danken zeggen van dank u voor een nieuwe dag. Dank u voor uw genade, voor uw trouw. Dank u dat ik in gezondheid ben. Dat is onze dankzegging. En het tweede wat we kunnen doen is, we kunnen Hem onze aanbidding geven. En aanbidding is een houding. Dat is wanneer we ons neerbuigen voor God. Of wanneer we ons uitstrekken, wanneer we onze handen uitstrekken naar de hemel. Dat is wat aanbidding is. Het is een houding. Het is niet zomaar een houding wat we doen omdat we het gewend zijn om te doen in de kerk. Nee, het is een houding wat symboliseert wat in geestelijk werkelijkheid is. Want wanneer wij ons neerbuigen, dat is de houding wanneer wij in het geestelijke eigenlijk daadwerkelijk ons onderwerpen aan wie God is. Wanneer we onze handen uitstrekken, dan is het een symbool van dat we ons overgeven aan wie Hij is. Dat is wat aanbidding is. En de laatste, de derde, dat is waar we het vandaag over gaan hebben, is lofprijs. Zijn de lofoffers. En wat het moois vertelt in Hebreeën hoofdstuk 13, vers 15. Want daar staat: laten wij dan Hem Gods voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onze lippen, die zijn naam belijden. Lofprijs, lofoffers is iets wat van onze lippen komt. Het zijn de woorden die van je mond komen. Het is een geluid die je maakt naar God toe. En ik ben zo blij dat de Bijbel nergens vertelt, om nergens een soort van maatstaf zet, dat lofoffers, dat het mooi hoort te klinken. Want we leven in een tijd, echt daadwerkelijk, dat we zo verwend zijn met zulke mooie worship songs, met getalenteerde worship leaders, dat ons perspectief van worship is geworden, dat het mooi moet klinken. En ik hou superveel van mijn vrouw, ik vind het geweldig, en echt voor mij heeft ze de mooiste stem van heel Nederland. Maar mijn lofprijs klinkt niet altijd zo mooi als zij dat zingt. Mm. Soms klinkt bij lofprijs out of tune, out of breath, out of beat, ik weet niet waaruit. Maar omdat het van een plek vandaan komt waar niemand anders weet. Yeah. Mijn lofprijs komt van een plek ergens waar ik God de prijs kan geven. Niet om wat Hij heeft gedaan, maar om wie Hij is. Yes. Dat is God de prijs geven, desondanks de omstandigheden, desondanks yes. waar je heen gaat. Yeah. Dat is de worship die ik heb. Mijn worship begint wanneer het lied afgelopen is. Yeah. Mijn worship begint wanneer de Spotify playlist klaar is. Mijn worship begint wanneer de band klaar is met spelen. Mijn worship begint wanneer er niks anders over is dan de vrucht van mijn lippen. Yes. Dat is waar mijn worship begint. Dat is waar mijn worship begint. En ik zou zo graag sommige jonge mensen hier in de kerk mee willen nemen naar een lofprijsavond van mijn oma. Toen de tijd. Want in Chapel Avenue hebben wij worship experience. Dat was vroeger als het woord experience niet. Wij hebben ook experience gedaan. Maar wij hebben worship experience. En het is geweldig. Want het is een volledige band. We hebben licht en geluid. En het is fantastisch. Maar een lofprijsavond in de tijd van mijn oma was in de stinkende garage in Amsterdam Zuidoost. Waar ze niks, het enige instrument wat ze daar hadden was een tamboerijn. En die vrouw sloeg die tamboerijn. Dit was een leven of een nacht heen. En ik weet niet of je ooit een tamboerijn hebt gehoord, maar het is schel. Het gaat overal bovenuit. En het was alleen maar dat. Het klonk nergens naar. En als een kind had ik alleen maar vraagtekens. Waarom doen deze mensen dit? Maar nu dat ik ouder ben, ben ik tot de conclusie gekomen dat soms hebben zij het nodig. Zij hadden die tijd nodig om God de prijs te geven. Omdat hun omstandigheden niet altijd rooskleurig waren. Zij gingen door sommige dingen heen. En de enige reden waarop ze God konden vinden,
beste is als ze hem alsnog door de omstandigheden de prijs gaven. Als ze hem alsnog door de omstandigheden vertellen. Ook als mijn situatie niet goed, u bent nog steeds goed. Ook als mijn situatie niet perfect, u bent nog steeds perfect. Ik geef u niet de prijs voor wat u heeft gedaan. Nee, ik geef u de prijs voor wie u bent. En ik vraag me af, als er iemand in Chapel Avenue is die God voor 15 seconden de prijs geeft. Het is geen wanneer alles voor de wind gaat. Wanneer alles goed gaat. Wanneer de dingen gebeuren precies zoals je had verwacht dat ze zouden gebeuren. Wanneer de dingen precies zo gebeuren, zoals je het had gepland, had uitgestippeld, is het goed om God de prijs te geven, maar is het nog steeds geen offer. Het is een offer wanneer het niet goed gaat. Het is een offer wanneer je in de tijdspot zit en je dacht, hoe ben ik hier terechtgekomen? En je alsnog zing je over zijn goedheid. Alsnog zing je over zijn grootheid. Alsnog zing je over wie hij is. Dat is wanneer het een lofoffer is. En wanneer wij lofoffers uitzingen, springen, dan is het iets wat wij produceren hier op aarde. Maar het heeft een effect in de hemel. Het is iets, het is een geluid die wij maken op aarde. Maar het heeft een effect in de hemel. Er gebeurt iets in de hemel. Want de vijand, die neemt al zijn tijd en zijn energie. En zijn grootste wapen is om ons te beschuldigen en ons aan te klagen bij God. Maar zolang er een prijs op jouw lip is, smoort het de mond van de vijand. Oh, niet iedereen begrijpt. Ik zal het een beetje proberen uit te leggen. Want we hebben net gelezen dat Mozes naar de farao toe is gegaan. Om te spreken over het lot van het volk van Israël. En het gesprek heeft kennelijk plaatsgevonden in het paleis van de farao. En er ontstaat in dit hoofdstuk een begin van een soort van gehaal in trek van Mozes die zegt, laat mijn volk gaan. En farao die voet bij stuk houdt en zegt, nee, ik laat ze niet gaan. Er ontstaat hier een bepaalde discussie. En dit is eigenlijk precies wat er ook gebeurt in het geestelijke wereld. Dat de Satan iedere keer ervoor zorgt dat hij iets heeft om te zeggen over je leven. Sterker nog, laten we het zo zeggen. There is a fight over your life. Yeah. There is a fight over your life. Hij probeert iedere keer iets te zeggen van, maar kijk naar die misstap. Kijk naar de fout die ze is begaan. Maar kijk naar die tekortkoming. Maar ik wil je vandaag zeggen, zolang er een lofprijs is op je lippen. Yes. Ik geloof dit, dat iedere keer wanneer hij iets zegt over jou, dat God zegt van, maar ik kan je niet horen, want nog steeds geeft ze me de prijs. Nog steeds geeft ze me de aanbidding. Ik geloof dat lofprijs van jouw lippen de aandacht van de duivel kan overmeesteren. Oh, het is onze defense tegen zijn grootste wapen. En dit is precies wat er gebeurde. En het is lastig voor ons om dit te begrijpen. Want we leven hier in een zichtbare wereld. Ja. Maar we moeten niet vergeten dat er ook een onzichtbare wereld is waar dingen gebeuren. Soms zien we alleen maar het effect van wat er in het geestelijke gebeurt, zien wij hier op aarde. Dat is precies wat er gebeurde met de Israëlieten. Het gesprek vond plaats in het paleis van de farao. De farao was aan het praten met Mozes, er was een gehaal in getrek. Het volk van Israël was niet aanwezig bij het gesprek. Het enige wat zij meekregen was het effect van het bevel van de farao. De uitwerking van wat er besproken was op een plek die zij niet konden zien. Soms in je leven zie je alleen maar de uitwerking van iets wat in het geestelijke gebeurt. Soms gebeuren er dingen in je leven en je zet er vraagtekens bij, maar dat is omdat er een gevecht over jouw leven is in de geestelijke gewesten. En wij zien niks anders dan de uitwerking daarvan. En de uitwerking voor het volk van Israël was dat het zwaarder werd voor ze. En het is fijn voor ons om dat te weten. Want dit is precies wat er gebeurt in het leven van Job. Job is een Bijbelboek in de Bijbel. En het vertelt het verhaal van een man. Een man die Godvrezend is. Hij dient God. Hij is een vroom man. Hij doet alles goed. En op de een of andere dag verliest hij alles. Zijn rijkdom. Zijn kinderen. Echt alles wat je maar kan bedenken gaat verkeerd bij Job. En als we alleen maar het zichtbare van het verhaal van Job zouden lezen. Als dat alleen in de Bijbel zou staan, dan zouden we niet weten wat we met het boek aan moesten. We zouden weten, hoe kan God, iemand die zo trouw is aan God, hoe kan dit allemaal in zijn leven gebeuren? Niemand zou weten wat je met het boek aan moet. Maar God zei dan,
dat het boek ons een inkijkje geeft in wat er gebeurt in het geestelijke. Want het boek vertelt ons dat de duivel is beroofd of is. Om te zien wie hij kan verslinden. En op een gegeven moment komt hij bij God. En hij heeft die wat gevonden. En God kijkt heel trots daarom en zegt, maar heb je met die naar Job gezien? Heb je gezien hoe goed hij met die deed? En de duivel beschuldigt Job en zegt, hij dient u alleen maar omdat u hem blijft zegenen. Dat is de enige reden waarom hij dient. En God daagt de duivel uit. En hij zegt, je mag alles met Job doen. Je mag alles van hem aanraken, behalve zijn leven. Je mag alles met hem doen, maar dat is de reden waarom Job alles verliest. Je mag alles met hem doen. God is de enige die kwaad kan toestaan in je leven. Wij moeten dit begrijpen. Want soms denken we van, ja, maar dat kan je zomaar overkomen, dat kan je zomaar overkomen. Nee, God heeft nog steeds alle controle. En alles wat er in ons leven gebeurt is alleen maar slechts omdat Hij het toelaat. En dit is heel moeilijk voor ons om soms te begrijpen, omdat wij heel vaak naar de negatieve dingen in ons leven kijken. Maar ik wil je zeggen, vandaag de dag, God heeft nog steeds alle controle. Ik heb vorig jaar heb ik een preek hier gehouden bij Chapel Avenue. En het heette, He still got the whole world in his hands. Omdat ik dat echt geloof. Het is een waarheid. En ik kreeg een DM op Instagram van een andere pastor. En die had een hele theologisch verhaal waarom de titel niet klopte. Ja, nou, het is niet zo, want er is heel veel in de hand van dit en dat en dat en dat. Heel ingewikkeld, heel diep. En ik vind het heel fijn om discussies met mensen te voeren. Maar op sommige momenten moeten we de discussie uit de weg gaan. En rechtstreeks naar de conclusie gaan. Yes. En de conclusie is dat God nog steeds God is. En Hij heeft nog steeds jouw leven in zijn handen. En het maakt niet uit hoe diep jouw put is, hoe diep jouw dal is of hoe ver je bent weggezonken. Er is geen plek waar Gods hand niet kan om je terug te halen naar zijn liefde. Dat was wel een plek om God de prijs te geven. Ik weet niet of het jullie lukt, maar het is geen plek waar zijn hand niet kan reiken om je terug te halen naar zijn liefde. He is still in control. De conclusie is dat God is verhoogd, de duivel is verslagen. En wij hebben de overwinning. Yes. That's the bottom line. Laten we het samen doen. God is verhoogd. De duivel is verslagen. En wij hebben de overwinning. Ik moet jullie een beetje warm maken, want jullie kijken me aan en was ik de enige dat laat van allemaal opstaan. Want die mensen denken van hij doet het wel. Nee, wij doen het allemaal. God is verhoogd. De duivel is verslagen. Is dat als iemand door God geliefd wordt, dat je door de duivel gehaald wordt. Het is zo belangrijk om te weten. God loves you. Dan is er een vijand die alles in zijn macht, alles wat in zijn macht heeft, doet om jou af te halen van het pad waar je bewandelt. Alles in zijn macht doet om, en dit is het ingewikkelde. Want we willen hier niet zo heel vaak praten over in de kerk.
En wanneer Jezus hebt aangenomen, is het allemaal, het wordt fantastisch. Tuurlijk wordt het fantastisch. Maar ik heb ook een boodschap voor iemand die misschien iets realistischer is. Soms in het leven, it might get worse. We praten daar niet zo vaak over. Hè? We vinden het leuk om mensen op te beuren. En heel veel predikanten worden ook motivational speakers. Ik ben liever gewoon een predikant en gewoon vertellen waar het op staat. Ja. Dat je iedere keer met een goed gevoel naar huis staat gestuurd. En binnen de week komt dit over, komt je iets en je denkt van, maar die predikant heeft niet gezegd dat dit kan gebeuren. It might get worse. God stuurde Mozes naar de farao om zijn volk vrij te zetten. Helemaal van waar hij was, naar Egypte. Om te zeggen, laat mijn volk gaan. En het eerste wat gebeurde is dat het zwaarder werd voor de Israëlieten. Het werd zwaarder, het werd zwaarder. Jeremy, kun je dan dit voor me pakken? Het werd zwaarder voor ze. Ze moesten harder werken. Ze moesten hetzelfde doen, maar ze kregen geen stroom. Ze moesten harder werken. En dit is het ding wat ik hieruit heb gehaald. Dat het volk van Israël was al 400 jaar in Egypte. En als je als volk ergens bent voor 400 jaar, dan ontkom je niet aan dat je gewoontes, dat je dingen overneemt van het volk. Dat je gewoontes, dat je gebruiken overneemt, dat je doet wat hun doet, dat je een soort van half Egyptisch wordt. Ik denk dat de Israëlieten zo ondergedompeld waren in de cultuur van de Egyptenaren, dat het haast niet herkenbaar was dat er een ander volk aanwezig was. En God stuurt Mozes om zijn volk te bevrijden. Maar ik geloof ergens dat God wou dat zijn volk vertrok uit Egypte. En niet Israëlieten in een Egyptisch jasje. Dus wat er hier gebeurde, is dat de druk werd uitgevoerd. De druk werd hoger bij de Israëlieten. En ik geloof dat op het moment dat je ergens druk op uitvoert, dat hetgeen wat erin zit, eruit komt. Op het moment van je leven dat je ervaart dat er soms druk wordt uitgevoerd, dat je in een tough spot zit, dat het gewoon iets moeilijker gaat dan normaal, dat het gewoon iets zwaarder wordt. Misschien is het omdat hetgeen wat in je zit, dat eruit moet komen. Misschien dat hart van aanbidding, wat normaal gesproken niet naar buiten komt, dat God wil dat het eruit komt. En soms zet hij de druk erop, omdat hetgene wat hij in je heeft geplant, wat misschien door het leven, misschien door omstandigheden, dat het wordt overmeesterd door gewoon blend in the crowd. Gewoon één van de net zei. Nee, God wil hetgene eruit halen wat hij in jou heeft gezet. En soms is het nodig om de druk op te voeren. Om de situatie iets ongemakkelijker te maken dan het is. Zodat hetgene wat gepland is in je hart naar buiten kan komen. Zodat die oprechte worship, die lofoffer, the fruit of your lips, dat het eruit komt. Yes, yes. De worshiper die niet afhankelijk is van hoe het gaat. De worshiper die niet afhankelijk van is of als ik iemand naast me heb die even hard worship. Nee, de worshiper die kan staan te midden van het dal, te midden van de omstandigheden. En kan kijken naar links en naar rechts en kan zeggen, het ziet er niet goed uit. Maar ik ga mijn God nog steeds alle prijs geven. Yes. Niet voor hoe het eruit ziet, maar voor wie hij is. Geef ik hem de aanbidding. Geef ik hem mijn lofprijs. I am free to worship. I am free to worship. I am free to worship. En die vers 3 is zo raar. Het is zo'n gekke vers. Ergens in die vers zegt Mozes tegen de farao: laat mijn volk gaan, zodat we 3 dagen de woestijn in kunnen trekken. Om God te loven. Waarom zegt Mozes dat we 3 dagen in de woestijn trekken net als hij terug zou komen? Ik heb het gestudeerd, ik heb het onderzocht, ik heb naar mensen geluisterd. Sommige mensen hebben ideeën over mij, heel veel mensen weten ook niet waarom Mozes dit zegt. Waarom spreek je over 3 dagen in de woestijn trekken? En de hele essentie van zijn bediening, van zijn roeping was om het volk vrij te zetten. Om te gaan en te gaan naar het beloofde land. Waarom zou je een onwaarheid voorhouden aan de farao? En ik heb het gelezen en ik heb het gelezen en ik kom tot 2 dingen. Het eerste is dat ze naar de woestijn willen gaan om God offers te brengen.
om God te lofofferen. De plaats waar jij God lofoffert, is de plaats waar Hij is. De plaats waar jij kiest om God naar binnen te geven, is de plaats waar Hij is. God bouwt zijn troon op de lofzang van zijn mensen. De plek die jij kiest om God de prijs te geven, is de plek waar God ervoor kiest om met je te zijn. Dat is nummer 1. Hij ging naar een plek toe om God lofoffers te brengen. Hij ging naar een plek toe waar God was. En dit is zo tof. Want er staat ook in de Bijbel. Waar de geest van God is, daar is. Oh, we hadden dat ik een paar bijbellezers bij me hadden. Waar de geest van God is, daar is vrijheid. Hij zei tegen de farao, dit is mijn interpretatie van de Bijbel. Laat ons 3 dagen wegtrekken, zodat wij vrij kunnen zijn. Zodat we op de plaats kunnen zijn waar we God onze lofoffers kunnen brengen. Waar zijn geest is, daar is vrijheid. Waar wij lofoffers brengen, daar is Hij. Dus Hij wil naar een plek gaan waar God was en waar God is, daar is hun vrijheid. En daar hebben we alleen maar 1 stuk van het verhaal hebben we alleen maar ontdekt. Het 2e stuk van het verhaal zijn die 3 dagen. En daar wist ik me ook geen raad mee. Die 3 dagen had ik dat dan weer te betekenen. Terwijl ik aan het zoeken was, kwam in mijn hoofd dat er heel veel kan gebeuren in 3 dagen. Ik weet niet wat jij allemaal in 3 dagen kan doen, maar er kan heel veel gebeuren in 3 dagen. En 3 dagen staan altijd voor mij voor de 3 dagen die God heeft genomen om in het graf te liggen. Yes. En na 3 dagen stond Hij op uit de dood. Yes. Om te laten zien dat Hij God Almachtig is, de Zoon van de levende God. Dus die 3 dagen is een soort van symbool van het offer wat Jezus Christus heeft gebracht. Dat Hij is gestorven aan het kruis, maar na 3 dagen stond Hij op uit de dood. Om jouw vrijheid te geven. Dus de volgende keer dat jij denkt dat worship niet voor jou is. De volgende keer dat jij denkt dat jij in een spot bent. Dat jij God niet de prijs kan geven. Onthoud dan dat het 3 dagen heeft gekost voor Jezus. Om op te staan uit de dood. Om jou de vrijheid te geven. Om je mond open te maken. Desondanks de omstandigheden. En Hem te loven. Niet voor wat Hij heeft gedaan. Nee, maar voor wie Hij is. En is er iemand hier die God de prijs kan geven? Voor wie Hij is.